Vlaanderen is nogal fier op zijn natuur. Het is mooi, het is rijk. Gisteren werd nog de documentaire over onze natuur bekroond met een Ensor. Kortom, het kan niet op. Zelfs onder de kerosinerook van luchthaven Zaventem groeien volgens Natuurpunt op dit moment de voorjaarsbloeiers. De voorjaarsbloeiers, dus de slanke sleutelbloem, de bosanemoon, bosbingelkruid, daslook, eendbes. Die staat echt ter plekke dingen te verzinnen, denk ik. Het bosbingelkruid, de schubbekutteveense geranium, de eendbes, de slanke sleutelbloem. Die man die heeft iets te veel naar de Maas Singer gekeken, denk ik. Maar als je iets dieper in die natuur gaat kijken, ontstaat er al meteen een ander verhaal. Deze week lazen we bijvoorbeeld dat er zoveel overblijfselen van antidepressiva en angstremmers in ons water zitten, dat de vissen er roekeloos van worden. Ja, zo is er hier in de Schelde verderop al een zeer roekeloze paling gesignaleerd die denkt dat hij België op extra legale wijze kan splitsen. Hou hem in de gaten. En dat is alleen nog maar de onzichtbare vervuiling. Ook over het plastiek en het zwerfvuil in de Vlaamse wateren wordt al langer aan de alarmbel getrokken. Een mens eet ongeveer 5 gram plastic per week. Dat is een bankkaart. En ik voel mij daar heel ongemakkelijk bij. 1 bankkaart per week. Behalve oudere mensen, die eten gewoon nog ouderwets een briefje van 50 euro per week. Deze week werd ook maar weer eens duidelijk dat op het platteland wonen ook niet al te gezond is. De urine van 424 jongeren is onderzocht. Het zal je werk maar zijn. En daaruit blijkt dat als je in de buurt van landbouwgrond woont, dat er een grotere concentratie is van de pesticide glyfosaat, die we kennen van de onkruidverdelger Roundup. Bij de Kempische jongeren was het hard zoeken naar glyfosaat tussen alle andere restproducten van zelfgestookte jenever, lachgas en crystal meth. Ja. De Kempen! Dit is wat glyfosaat met de akkers doet. Dit is echt waar. Het gras wordt dor en het wordt droog en het verandert van kleur. Wat het met het menselijk lichaam doet, is niet helemaal duidelijk. Maar het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek voegde glyfosaat in 2015 toe aan de lijst met stoffen die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn. Op die lijst staan overigens ook stoffen waar je aan blootgesteld kan worden bij de kapper of bij de tandarts. Dus daar hebben ze in de Kempen geen last van. Sinds 2018 is glyfosaat verboden voor particulieren in Vlaanderen. Alleen de boeren mogen deze pesticiden nog gebruiken. En hoe? Per jaar wordt er per hectare akkerland 8 kilo van dat waarschijnlijk kankerverwekkende goedje gespoten. En daarmee staan wij op de tweede plek van Europa! Yes! Fantastisch. Nou, daar moeten wij natuurlijk op drinken. Ik heb zin in een broodje préparé. Opeens, ja. De boeren zelf vinden het gebruiken van glyfosaat niet zo'n heel groot probleem. En ze komen vaak met wonderlijke argumenten. Het is wel bewezen dat die glyfosaat, het Roundup, dat er niet schadelijk is. Want anders, ik denk dat er al 50 jaar is. Het kan niet schadelijk zijn, want het bestaat al 50 jaar. Wauw. Daarom is deze boer ook niet bang voor Vladimir Poetin, want die bestaat al 70 jaar. Dus ja, waar moet je bang voor zijn? Maar wat minstens zo giftig is als de Vlaamse landbouwgrond, is het politieke spel rondom die landbouwgrond en de boeren. Het zit er namelijk boenk op tussen N-VA-minister van Omgeving Zuhal Demir en CD&V-minister voor Landbouw Jo Broens. Of het nu over stikstof, de hoogspanningslijn Ventilus of de pesticiden gaat, deze twee ministers staan neus aan neus. Kijk. Zuhal Demir wil de schadelijke stoffen in de natuur en in de lucht zo drastisch mogelijk aanpakken, ook al gaat dat ten koste van de boeren en de vergunningen voor hun landbouwbedrijven. En Broens wil de boeren juist beschermen, omdat de CD&V van oudsher de partij is voor die boeren. Dus moet er een bepaald kader komen. En wat voor kader dan? Om een robuust kader te maken. Robuust kader dat tegelijk een kader dat ook robuust is, om net te komen tot een robuust kader. Maar daarom is het belangrijk dat je een stevig, robuust vergunningenkader hebt. Het is belangrijk dat het een robuust kader is. Wat zijn de antwoorden om tot een sterk kader te komen dat inderdaad leidt tot vergunningen die robuust zijn?
Goed, ik noteer een robuust kader. Maar los van de kaders is er ook gewoon een waarheid. En die is dat er heel veel schadelijke, ongezonde pesticiden gebruikt worden... en dat dat gebruik tegen 2030 gehalveerd moet worden. Maar dat zou dus in het nadeel van de boeren zijn. Dus komt CD&V-parlementslid Tine Romouts met een afleidingsmanoeuvre. Want die pesticiden komen namelijk ergens anders vandaan. Dat redelijk uit huishoudelijk gebruik, namelijk bijvoorbeeld uit de vlooienbandjes van honden bijvoorbeeld, er een veel hoger pesticidenverspreiding gebeurt in de natuur dan dat men eigenlijk voor ogen heeft. Ja, echt wel. De vlooienbandjes. Dus wat gaat u daaraan doen, mevrouw de minister? Ik zeg, spuit alle honden vol met glyfosaat. Ja. Je hebt nooit meer vlooien en ze krijgen allemaal zo'n lekkere, bruine, dorre vacht, hè? Dan kun je ze als tochthond gebruiken. Voilà! In het dossier over Ventilus, waarbij er een hoogspanningslijn bovengronds of ondergronds moet worden aangelegd, wisselen de argumenten plotseling. De boeren, over wiens velden die lijn grotendeels loopt, zeggen... het is ongezond om een bovengronds aan te leggen, wat misschien wel waar is. Maar Zuhal de Mier kiest dan weer de andere kant. We hebben natuurlijk het verslag van de intendant, die heel nauwkeurig zijn werk heeft gedaan, die ook heel veel gesprekken heeft gevoerd, ook begeleid door energiespecialisten, door gezondheidsdokters enzovoort. Gezondheidsdokters, die rijden rond in hun ik ga je weer beter maken ziekenwagens. Overigens komt het beste argument tegen de bovengrondse Ventiluslijn van de protestwebsite ventilus.org. Er is namelijk, let op, kans op schade door glasbreuk veroorzaakt door vogels die sterven door tegen de bijna onzichtbare hoogspanningslijn te vliegen en dan vervolgens door het onderliggende glazen dak van de serre te vallen. Wauw. Ik weet niet hoeveel vlooienbandjes die ook had, maar ik denk een heleboel. De boeren staan ondertussen te kijken hoe Joop Broens en Zuhal de Mier elkaar de tent uitvechten en wachten op het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Vlaamse regering. Het GLB. Deze boer bijvoorbeeld wil duidelijkheid. Dus de teelt die moet op een meter van de gracht gezaaid worden. Anders gaan wij tot tegen de gracht gaan zaaien. Het toepassen van sproeistoffen deden we tot in het oude GLB tot tegen de gracht. Nu wordt er gevraagd in het nieuwe GLB om dat op 4 meter afstand te doen. Met meststoffen is het 5 meter. Wij willen over al die afstandsregels duidelijkheid. Ja! Als ik geen mest en pesticiden meer mag strooien, wat moet ik dan? Bloemen, zeker. Bosbingel, kruidenfluiters. Wie zit daar nou op te wachten? De Mier wil het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog niet goedkeuren, want eerst wil ze dat CD&V meegaat in haar stikstofbeleid. Wat Joop Broens eigenlijk niet wil goedkeuren, want dat betekent dat heel veel vergunningen van boeren worden ingetrokken. En hij krijgt sowieso de boeren in zijn nek, want als het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering, dan komt er geen Europees geld vrij voor die boeren. Dus Joop Broens begint een beetje nerveus te worden. Waarom blijven de Europese subsidies voor landbouw geblokkeerd? Ik leg het voor aan Vlaams minister van Landbouw Joop Broens. Kom joh, rustig blijven ademen en denk aan je codewoord. Robuust kader, robuust vergunningenkader, robuust juridisch kader tot een stevig robuust vergunningenkader voor het robuust vergunningenkader. Hij kent gewoon geen andere woorden, denk ik. In het zicht van de verkiezingen ruzie maken over de leefbaarheid van onze natuur enerzijds en onze voedselvoorziening anderzijds. Dat is wat we niet kunnen gebruiken nu. Dus, heeft er iemand misschien een oplossing? Gaat dit ooit nog goed komen? Als iedereen voldoende boerenverstand heeft, dan komt dat zeker goed. Dit gaat nog heel lang duren, denk ik.